Hondenbezitters in Mierlo zijn in rep en roer na het bericht dat twee honden zijn overleden nadat ze hoogstwaarschijnlijk vergiftigd vlees hebben gegeten tijdens het uitlaten. Het zal je maar gebeuren. Je gaat hier lekker naar het bos in Mierlo aan de Torenweg om de honden uit te laten. Je komt thuis, doet een boodschap, laat de honden achter. En als je terugkomt, vind je je huisdieren dood, badend in het bloed. Het overkwam de familie Steinman uit Mierlo. Grote schrik, groot verdriet en veel onrust onder de andere hondenbezitters hier in Mierlo. Het gaat om erg een been. Echt. Ik zie mijn beesten ook als kinderen. Hè. Het zijn mijn kindjes. Nou, hartverscheurend. Hartverscheurend en zo zielig. Zo verdomme. Ja, je beest maar zijn. Maar ook het verdriet van haar, dat vind ik ook verschrikkelijk. Het ging echt, nee. Het is niet leuk om te zien. En niet leuk om te weten dat er inderdaad zulke mensen zijn die dat allemaal maar neergooien. De dierenarts in Mierlo is ook meteen na de gebeurtenis op de hoogte gesteld. Vreselijk, vreselijk voor de eigenaren ook. Het waren twee hele gezonde hondjes en die zijn in één keer dood. En in een hele korte tijd zijn ze overleden. Ja, dat is gewoon heel erg. Er vallen gewoon twee gezinsleden uit. En dan op zo'n vreselijke manier. Ja, dat ze zijn doodgebloed. En omdat het twee hondjes zijn, kan dat eigenlijk alleen maar door een vergiftiging komen met de verschijnselen die ze gehad hebben. We zijn via Facebook en via Twitter heb ik een actie gestart. En heel veel mensen hebben het gedeeld. Allerlei sites, dierenartsen, ambulance, alles gewaarschuwd. Vrienden van mij hebben pamfletten opgehangen hier zo. Dus ja, we zijn allemaal alert van hou er rekening mee als je met je beestjes thuis komt. Blijf er even bij, zet ze niet gelijk in de bens en loop weg. Maar zorg ervoor dat je eventjes kijkt of ze in orde zijn, hè? Of ze suf worden. Want dat is natuurlijk hetgeen wat er gebeurd is. Hè? Dat hele bos is niet meer veilig. En dat betekent dat er maandenlang, totdat misschien de dader naar voren komt, is dat bos niet meer, moeten de honden aan de lijn gelaten worden. Ja. En dat geeft gewoon heel veel onrust inderdaad. Er is geen sectie verricht op de honden. De eigenaren waren overmand door verdriet en hebben de dieren al begraven. Ze wilden niet nog eens dat hele circus meemaken. Daar is begrip voor, maar het zorgt ook voor onzekerheid. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de honden zelf niet gezien. Ik ben puur afgegaan op de verschijnselen van wat de mevrouw mij beschreven heeft. De mevrouw die was zo onder de indruk, die heeft de honden begraven thuis. En die wilde daar verder ook geen onderzoek op hebben, omdat dat verder niks zou toevoegen. Dus bewijzen hebben we niet, maar gezien de verschijnselen kan dat eigenlijk niet anders zo zijn. Ik zou het inderdaad zelf anders aangepakt hebben als het mijn honden had betroffen. Natuurlijk, je gaat helemaal dood van verdriet, dat kan ik me voorstellen. Maar ik zou dan ook wel willen proberen te voorkomen van dat er nog andere honden mee in aanraking komen. En uit willen zoeken van waar precies en wat is er en wat voor gif. Is het iemand die hier voor de konijnenoverlast iets neergegooid heeft? Is het tuingif geweest? Of is het inderdaad rattengif geweest en zijn ze daarmee in aanraking gekomen? Zoals dus het vermoeden doet. In de dierenartsenpraktijk is het inmiddels een drukte van belang. Er is ongerustheid. U zit hier bij de dierenarts, want ook u bent bang dat uw hond is vergiftigd. Ja, al 3 dagen doet hij overgeven en heel erge diarree. Het is ook al 3 dagen niet gegeten. En u denkt nu dat dat te maken heeft met die vergiftiging? Ja, daar ben ik bang voor. Dus daarom ga ik even naar de dierenarts toe. Puur vanwege de zekerheid? Ja, ja. Want dan weten we dat er meerdere plaatsen bezig zijn. En daar ben ik ook bang voor. Ik moet eerlijk zijn, ik woon daar achter. En ik woon 100 meter van de plek af waar dit is gebeurd. En mijn honden komen daar niet meer los voorlopig de komende maanden. En het feit dat ik daar zo ongerust over ben, denk dat dat genoeg mag zeggen. Het is zeker jammer dat er geen sectie is verricht. Maar ik kan me ook de eigenaren heel goed voorstellen dat ze al die ellende allemaal niet meer wilden. En we kunnen dus alleen maar voorzichtig zijn. En gezien de verschijnselen ben ik er absoluut zeker van dat het een vergiftiging is geweest.